Zo Kees, jij bent ook van oude markten thuis, hè? Niet alleen biologische kippen en akkerbouw, maar ook bloementeelt. Ja, dit is Hyperica. Ja. Die zijn vandaag klaargemaakt, zijn in koelcel. Koud hier. Ja, ik zal er even uitrijden, dan misschien wel even beter zien. Deze maken we veiling klaar voor veiling Alsmeer. En dit is het ras Pinky Flair. Lengte 65. Er zitten 8 bossen in een first. Dit is een first noemen ze. Want dit is 1 bos. Mooi. Ja. En wat doen ze met deze bloemen? Nou, die gaan naar een veiling toe en dan zijn bloemisten die kopen ze daar weer. Vaak ook tussenhandel. Maar bloemisten die kopen ze en die maken er weer bloemstukken van. Boeketten en bloemstukken. Aha. Maar dat is ook leuk voor mensen die een eitje komen halen om een paar van die takjes mee te nemen om iets moois van te maken. Ja, dat kan. We hebben wel genoeg, dus mensen dat graag willen, dan is het geen enkel punt. Maar het is een korte periode. Elk jaar een korte periode dat jij ze daarmee kunt verrassen. Ja, ja, een week of 4 zal ik zo in niet mee bezig zijn. Mooi.